Gisteren vooravond van de Raad van Ministers gaf minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, tevens waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, aan dat Chandrika Prasad Santokhi, president van de Republiek Suriname, de bewindsman nog niet heeft gevraagd om verlenging. De bewindsman liet weten dat hij voorlopig de scepter zwaait op het ministerie van Binnenlandse Zaken. 21 oktober. Oké, dat zou voor 3 weken zijn. Dat was de lagende bedoeling, hè? Bent u al gevraagd voor een verlenging? Nee, ik wacht rustig af totdat de president zegt dat er een nieuwe minister benoemd zal worden. Maar in de tussentijd is er niet een gesprek tussen u en de president geweest dat het langer gaat worden? Nee, omdat je in principe gewoon uitgaat van dat het moment dat hij aangeeft dat er een nieuwe minister is, dat je daar zo ook moet blijven waarnemen. Ja. Verwacht u dat die 3 weken dus overschreden gaan worden? Ik denk het haast wel. Gelet op de berichtgeving vanuit de media. Hoe bevalt die post u in de afgelopen 21 dagen bijna? Laat maar zo zeggen, het is een post net als elk ander ministerie. Je probeert beleid te maken. Maar BISA is uiteraard verantwoordelijk voor alle 17 ministeries qua personele issues. Ook de kabinetten, CAPVP en CAPRES. Dus er is toch wel een hoop meer te tekenen daar qua stukken dan op arbeid of een ander ministerie. Ja. Dus de stapels daar zijn veel groter dan een willekeurig ministerie. Loopt de planning op schema? Morgen zullen we een gesprek hebben met financiën om te praten over het beschikbaar stellen van middelen. Omdat er toch nog een aantal zaken zijn die we moeten ondernemen. Vooral met name in het binnenland. Maar daarvoor heb je dan middelen nodig.